De titel van mijn column is Deskundigen. Al maanden worden bewoners van Wiegen en Druten verzekerd dat niet de burgemeester, niet de wethouders, maar alleen de raad en niemand anders dan de raad het besluit neemt of beide gemeenten gaan fuseren. Daar zijn de Drutenaren en Wiegenaren mooi klaar mee, want de raadsleden zijn op dit gebied geen deskundigen. Dat verklaren ze namelijk zonder blikken of blozen zelf. Het lijkt zo simpel. Een meerderheid in de raad van beide gemeenten is al geruime tijd voorstander van fusie. Daar hebben ze goed over nagedacht. Iedere fractie heeft met redenen om kleed aangegeven waarom men voor of tegen is. Ja of nee. Meersmaken zijn er niet. Maar ja, zomaar voorbijgaan aan de mening van de inwoners is natuurlijk de overtreffende trap van arrogantie. Raadsleden moeten nog wel zonder al te veel problemen door het dorp kunnen lopen. Je zou mogen verwachten dat als een raadslid op basis van alle informatie en voorlichting ja of nee kan zeggen, dat de inwoners dat ook wel kunnen, gezien alle publieksvoorlichting van de laatste tijd. Die zijn toch niet gek? Daar denkt een meerderheid van de raad toch echt anders over. Bewoners mogen niet zomaar ja of nee zeggen. Dat is te ongenuanceerd. Over arrogantie gesproken. Dus komt er een draagvlakmeting. De manier waarop is vragen om moeilijkheden. Er mag dus geen vraag gesteld worden waarop alleen met ja of nee geantwoord kan worden. Wel komt er op verzoek van alle fracties een duidelijk herkenbare vraag die de gelegenheid biedt. Om zich over een fusie uit te spreken. Dit is zo geniaal in mistigheid dat ik u adviseer deze zin nog eens te lezen. Ik laat me als het zover is graag verrassen hoe deze hogere vorm van mistige vraagwiskunde geformuleerd gaat worden. Maar daarmee zijn ze er nog niet, want de antwoorden zomaar gaan zitten turven is niet de bedoeling. De antwoorden worden door deskundigen van het onderzoeksbureau. Gewogen op bevolkingssamenstelling, al dus wethouder Paul Loermans. De mist trekt nog niet op. Daarnaast worden er ook nog bewonersavonden gehouden en bijeenkomsten met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook die resultaten worden door de deskundigen gewogen. Telt de stem van een ondernemer zwaarder dan die van een van de directeuren van een welzijnsorganisatie? Dat laat de Raad graag aan de deskundigen over onder het motto: Daar zijn het deskundigen voor. Leo Herms van Wiegenlokaal Lokaal deed het zeer verstandige voorstel om de wegingsprocedure van de deskundigen te laten controleren door de Raad. Het feit dat Leo een blouse droeg die gemaakt was van de Wiegese vlag als protest tegen een fusie, zal niet hebben bijgedragen aan het krijgen van bijval voor dit voorstel. Björn Dergse van het CDA eist dat de draagvlakmeting geen vage uitkomst mag hebben. Dat zal niet gebeuren. De raad laat Willens en Wetens haar controlerende taak schieten in een mistige procedure met mistige vragen. Zo laten de raadsleden zich op voorhand in het pak naaien door deskundigen.